Wat de wedstraat beslist, heeft altijd gevolgen voor de dorpsstraat. Maar die dorpsstraat heeft vaak de indruk dat de wedstraat hen niet snapt of zelfs niet luistert. Dat is zeker ook het geval bij de twee grote politieke akkoorden van afgelopen week. U kent ze, de stikstofdeal van de Vlaamse regering en het asielakkoord in de federale regering. Met daarin onder meer de beslissing om asielzoekers in 700 wooncontainers onder te brengen. In Kampenhout, in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld. De burgemeester van Kampenhout in Vlaams-Brabant is niet enthousiast over de mogelijke komst van een containerdorp voor 400 asielzoekers in zijn gemeente. Als gewone burger, de man in de straat, een vergunning moet aanvragen, moet dat hier ook noodzakelijk zijn. We moeten binnen de wettelijke regels eigenlijk die zaken al of niet kunnen organiseren. Na 10 jaar ervaring kan ik zeggen, alle betogingen dat daar gebeuren, aangekondigd en niet aangekondigd, interne rellen, stakingen van personeel moeten opgevangen worden door ons personeel. Dus dat heeft een enorme belasting. Ik hoorde bij Vlaams minister Demir bij N-VA dat u daar nooit een vergunning gaat krijgen. Wel, de vergunning is nog niet aangevraagd, dus het is een beetje opmerkelijk dat minister Demir al het antwoord kent op een vraag die ik nog niet gesteld heb. Jullie willen meer opvangplekken, wij willen minder gelukzoekers. Mevrouw De Moor, gooi het roer nu toch nog om. Je hebt nog tijd. Trek drempels op, want anders zal de enige drempel waar u zal op stoten, de kiesdrempel zijn. Ja, en die Tom van Grieken die zit intussen al klaar. U zult hem zo meteen zien. Maar eerst en vooral goedemiddag aan drie burgemeesters. Chris Leaerts, u zagen we ook al. Van Kampenhout, CD&V, teamburgemeester eigenlijk. Yes. Sanne van Looy uit Malle in de Kempen, N-VA. En Kenneth Taylor uit Wichelen, Oost-Vlaanderen, Open VLD. Okay. 143 Vlaamse gemeenten willen geen extra asielzoekers opvangen, schreef de Standaard van de week. Dat is de helft van de Vlaamse gemeenten. Mevrouw van Looy, hoe zit dat bij u? Ja, wij vangen zelf in Malle ook asielzoekers op. Daarnaast ook nog heel wat oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. En kunnen er nog bij of is het vol? Wel, ja, als die vraag gesteld wordt, ja, dan ben ik wel een beetje terughoudend. Als je vandaag kijkt naar het beleid dat wordt gemaakt, ja, dan denk ik dat er eigenlijk geen beleid is. Dat die asieldeal die focust alleen maar op instroom, op opvang. Ja. Er wordt veel te weinig gedaan aan de instroomkant. Maar misschien de opvang toch? Er wordt ook gezegd, er moet meer solidariteit komen. Er moet misschien zelfs echt meer gespreid worden. Is er nog ruimte bij u? Die ruimte die hangt natuurlijk ook vast aan de draagkracht van een gemeente. Mm-hmm. Wij moeten dat allemaal kunnen opvangen. Daar is heel wat logistieke en administratieve zaken dat erbij komen kijken. Vandaag de dag, zolang dat de asieldeal niet de antwoorden biedt, de verkeerde antwoorden biedt zelfs, dan sta ik daar niet voor te springen. Ja. Is er bij u ruimte? Wel, wij hadden het voorval dat wij vorig jaar in maart, toen dat de Oekraïne-crisis begon, toen dat de oorlog gestart was, hadden wij een klooster dat op dat moment juist verbouwd was. Er waren 16 plaatsen. En wij waren eigenlijk van overtuigd, het is het ideale dat wij konden aanbieden. We hadden dat ook gedaan, aan Fed Asiel dat aangeboden. Maar wij zijn daar eigenlijk op een muur van Vlaanderen gebotst, die dat eigenlijk tegengehouden heeft. Nee, diep in Dalen. Ja, het kabinet omdat het heeft een klooster daar... was? Of een erf... niet omdat nee, het een klooster erfgoed, was. Of daarom nee, omdat het eigenlijk voor sociale woningbouw in de toekomst zou voorzien worden. Maar er was eigenlijk nog geen wachtlijst voor die sociale woningen. En wij vonden, die periode zouden we dat toch moeten kunnen invullen. En wij hebben nu gezien dat dat eigenlijk 10 maanden leeg gestaan heeft. En hebben jullie iets anders om asielzoekers te helpen dan? Ja, als een kleine gemeente heb je natuurlijk geen 10 plaatsen waar dat je dit kunt doen, maar wij vonden dat wel een ideale plaats. En we vinden het jammer dat we daar omwille van administratieve redenen op een muur gebotst zijn. Ja. U gaat het wel doen. U krijgt containers in uw gemeente. U was een beetje verrast en ook wat ontgoocheld dat u voor voldongen feit werd geplaatst, maar u gaat het wel doen. Hè? Zover is het nog niet. We gaan voor alle duidelijkheid, en die informatie is doorgegeven, er moesten een aantal voorwaarden ingevuld worden. Een van de zaken is natuurlijk, dat is vergunningsplichtig ook. We liggen daar midden in het natuurgebied. We hebben een knappe landelijke Kampenhout. Je kunt zomaar in één keer niet in het natuurgebied, zelfs een gewone inwoner, geen tuinhuisje gaan plaatsen. Laat staan een container erop. Twee, de draagkracht, de capaciteit. Wij zitten in een politiezone, Kampenhout, Steenokkerzeil, Zemst. Ja, onze politie op Steenokkerzeil zijn er al 3 centra. Wel één vanuit de luchthaven, dat is een ander gegeven, maar toch, die draagkracht moet je kunnen realiseren. Is wat we hier horen eigenlijk een bewijs van het feit dat zoiets altijd top-down wordt beslist, vanuit de wedstraat naar de dorpsstraat, zonder eerst te luisteren naar die dorpsstraat? Ja, dat is absoluut zo. Ik heb dat als burgemeester ook gemerkt. Er was een leegstaand pand bij ons in de gemeente. En ik werd gecontacteerd door een eigenaar van dat pand met de vraag van, ik heb van de federale regering de vraag gekregen of dat daar mogelijkheid was om daar asielzoekers op te vangen. U had nog niets gehoord? Je moet niet denken dat ik daar een telefoon van krijg. Dat is toch waanzin? Ja.
We hoorden dat in Jabeken bijvoorbeeld ook. Hè? Mm-hmm. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je in crisissituaties moet snel reageren. Mm-hmm. En ik denk dat lokale niveau eigenlijk wel een goede plaats is om met crisis om te gaan. Maar ik denk heb je het gevoel dat u soms vergeten wordt? Ja? Zoals mevrouw. Goh, ik moet zeggen, ik kan dat gevoel niet altijd onderschrijven, omdat ik vind dat wij wel een heel goede lijn met Brussel hebben. Maar ik vind ook niet dat we altijd alleen naar het federale niveau moeten krijgen. Wij botsten nu op die muur van Vlaanderen, dus het is wel, iedereen is een beetje in dat bedje ziek. Als u zegt draagkracht, hè, betekent dat ook van je moet wel je bewoners meekrijgen, zeker dat, voor zoiets delicaats als asiel? Ja, dat is het juist. Je hebt natuurlijk als burgemeester uw gebiedskennis. En wij geven wel informatie naar Vlaanderen of naar de federale overheid door. Die wordt er wel aan gehoord, maar natuurlijk, ter plaatse in de situatie is dat heel anders. We kijken natuurlijk een natuurgebied. Is er weerstand? Er is weerstand. Ja. Is het dan niet zo gebeurd? Maar het gaat over de weerstand. Bij u dat die bewoners het net als u op televisie hebben ontdekt? Ze wisten wel van tevoren. We hebben vragen voordien gekregen, maar de eigenschappen waren zo scherp. Natuurgebied, geen juiste communicatie eromtrent. Allee, er zijn een aantal voorwaarden die niet zijn of kunnen ingevuld worden. Dus u dacht, waardoor gaan dat mensen niet doen. In natuurgebied... Wij zijn dat herbestemmen om bos en groen. Als je daar natuurlijk in verder gaat doordrijven, ja, dan zie je dat daar net niet kan. De gewone burger kan daar ook niks bouwen. Dus ze verstaan het niet dat het dit dan wel zou mogen? Tuurlijk, ze verstaan dat niet. Maar wij stellen die eigenschappen zo scherp, waardoor dat er eigenlijk betere andere locaties zijn. Dus neem is er bij jullie bevolking ook weerstand? Ja, bij ons was daar. Ja. Allee, ik snap dat er altijd een schrik voor het onbekende is, maar ik moet zeggen, wij hebben dat toen op onze gemeenteraad gebracht en dat is unaniem door alle partijen goedgekeurd. Dit gaat natuurlijk wel over een containerdorp en dit gaat over 16 plaatsen in een klooster. Dat zal misschien ja, toch een verschil over maken voor het gevoel. Nee? Ja, maar het gaat toch over het principe of dat je daar als bevolking kunt achterstaan. En in maart denk ik dat heel veel mensen in ons land bewust waren dat wij die Oekraïense mensen maar wel moesten opvangen. Maar is het misschien makkelijk om te zeggen, we gaan Oekraïense mensen opvangen, dat horen we toch vaak, dan we gaan hier een containerpark met asielzoekers opvangen. Absoluut, er is een verschil. Ja. Dat is opvang in eigen regio. Maar ook daar, een jaar geleden, dus exact een jaar geleden, hebben we ons solidair getoond als gemeente. En dat is gelukt, maar dat is gelukt dankzij de hulp van veel lokale besturen, andere burgemeesters. De federale regering heeft toen gewoon postbode gespeeld. Hier is de bus en trek je plan ermee. Ja, dat wekt natuurlijk geen vertrouwen. Nadien is dat natuurlijk allemaal goed opgelost, omdat wij dat als lokaal bestuur goed in handen hebben genomen. En ook omdat de Vlaamse regering nadien wel een kader heeft uitgewerkt. Wij worden vandaag nog altijd ondersteund door die Vlaamse ondersteuningsteams, regelmatig ook overleg met de gouverneur om heel dat coördinatiebeleid verder op te volgen. Dus vandaag worden wij daar wel in ondersteund. Mogen we het ook eens over dat andere akkoord hebben? Het stikstofakkoord speelt daar ook die kloof. We zagen bijvoorbeeld van de week in de krant getuigenissen van CD&V-burgemeesters. Die zegden, de mensen begrijpen het niet, ze zijn er niet mee bezig. Maar wat ze wel onthouden, zijn ruzie in de ministers. Ze willen duidelijkheid. Duidelijkheid op lange termijn. En ook standvastigheid. Ik ken bij ons iemand, ik heb er gisteren in gesprek mee geweest. Eerst is het een groene bol, voor alle duidelijkheid waar dat uitbreiding mag. Een oranje bol, dan wisselt dat weer. Zij zeggen, oké, het akkoord is verbeterd, maar wat gaat er gebeuren na 2025? Nu moet er eerst een milieueffectenrapport opgestart worden en in 2025 gaat er zogenaamd meer duidelijkheid komen. Maar daar wachten onze boeren op, onze landbouwers. Ik kom uit de Witlofstreek, we hebben natuurlijk niet zoveel hinder en er is weinig veeteelt, maar degenen met veeteelt bezig zijn, laat die boerderij, laat die in Brussel centrum. Ja. Wij zitten met veel natuurgebieden, dat geeft een impact. Jullie drie partijen zitten in die meerderheid. Hè? Maar dus, conclusie van de voorbije weken, geruzie is nooit goed. Ja. Juist. Maar ik denk dat dat niet goed kan zijn. Mensen verwachten van politici dat ze beslissingen nemen, dat ze moeilijke dossiers oplossen. En als je dan ziet wat we van deze week in de Vlaamse regering gehad hebben, kan niemand dat goed vinden. Hè? Mensen in mijn dorp, die boeren, waren ongerust over die vergunningstop. En terecht, want als je morgen... Dat zijn ondernemers. Als ondernemer heb je schrik voor onze. Maar is die rust dan nu teruggekeerd? Nee. Of is die er net... Ja, ik hoor een deel wel. Er was heel veel ongerustheid. Hè. Dus of dat het helemaal niet leeft, daar sluit ik me niet meer bij aan. Dat leeft wel degelijk in onze gemeente. Maar ik denk dat het nu vooral goed is dat er een stikstofakkoord is. Dat die donderwolf van die vergunningstop, dat die nu eigenlijk vermeden is. Wij in Malle, wij hebben geen peakbelasters, maar wij hebben wel heel veel kleinere landbouwbedrijven die nu wel gerust kunnen zijn. Er loopt vandaag de dag een omgevingsvergunningsdossier voor een recreatief vliegveld bij ons. Dat is gelegen nabij een speciale beschermingszone, dus Europees beschermde natuur. Daar moet een passende beoordeling voor worden opgemaakt, die natuurtoets. Daar zal ook stikstofuitstoot in moeten worden beoordeeld. Ja, die kunnen nu wel op hun 2 euro
slapen. Nu, er moet nog veel uitgeklaard worden over dat stikstofakkoord. Absoluut. En je kunt ook nooit voor iedereen goed doen. En gisteren zagen we in het journaal Vlaamse boeren die gingen deelnemen aan de boerenbetoging in Nederland. En op weg daar naartoe hadden zij wel een aantal heel duidelijke boodschappen voor de Vlaamse politiek. Dat de regerende partijen eraf gaan eigenlijk. Hè? En dat dat misschien een voorbeeld kan zijn voor bij ons in Vlaanderen. Hè? Denk je dat dat kan? Ik denk vooral in Vlaanderen dat het platteland wel anders moet gaan stemmen. Wij hadden gehoopt dat CD&V het been toch stijf zou houden en dat ze gezegd hadden van het akkoord is niet wat wij willen. Maar ja, ze hebben dan toch toegegeven. En de landbouw vind ik daarmee in de steek gelaten. Ja, meneer Leaerts, ontgoocheling omdat CD&V het been niet stijf hield volgens deze vrouw. Is dat een beeld dat bij de verkiezingen volgend jaar wel eens bepalend zou kunnen zijn en zal blijven hangen? Bij ons gaat het niet over hoe dat op de hogere overheid of op Vlaams niveau hoe dat de ministers tegenover haar daar discussiëren. Bij ons gaat het over duidelijkheid en daar kom ik op voor onze jonge landbouwers, maar ook de anderen. Die willen een toekomstperspectief, maar een standvastig toekomstperspectief. Maar er zijn ook nationale verkiezingen, het is niet alleen lokaal. Maar was het lastig om toch CD&V team burgemeester te zijn, dat mensen dachten, ja, dat is toch uw partij? Nee, uiteindelijk is het zo. Wij zijn zakelijk efficiënt. Wij gaan niet het populisme, die in toer gaan wij niet op. Wij gaan ons boeren maar u werd duidelijk daar wel informeren. Op aangesproken. Hij spreekt erop aan. Maar wij gaan ook wel het nodige doen om daar duidelijkheid over te krijgen. Mij is er gezegd, en wij hopen dat iedereen en al de partijen zich daaraan bezig en het been stijf houdt, na 2025 kunnen er eindelijk versoepelingen komen op die vergunningssituatie. Ik heb toch gehoord, rode lichten, groene lichten, oranje lichten. Ja, maar die duidelijkheid vragen wij. Denken jullie dat dat allemaal electoraal zal blijven hangen? Want er staat een partij klaar, en de voorzitter zit een beetje verder, klaar om dat gat in te duiken. Hè? Maar het is toch duidelijk dat gans een insteek van dat debat vooral electoraal geweest is. Hè? Dat partijen zich willen profileren, dat Vlaams Belang zich ook plots wil profileren als de grote verdediger van de boeren. Allee, dat is toch electoraal allemaal de bedoeling. Heeft CD&V dan te veel schade berokkend, denkt u, politiek aan iedereen? Maar ik denk dat CD&V aan het zoeken is hoe dat ze zich moeten profileren en dat ze dat op die manier gedaan hebben. Het is alleen jammer dat dat in dergelijke moeilijke dossiers gedaan wordt. Dit zijn dossiers die je aan tafel moet onderhandelen. Ja. Als gemeente, als je zo'n dossier hebt, dan gaat gaan samen en komt het tot en dat kan ook schade opleveren voor N-VA volgend jaar? Goh, nee, ik ben er redelijk gerust in. Er is eigenlijk een akkoord gekomen. Dat moeten we vooral benadrukken. Die eerste mijlpaal is er. Dat is goed voor de landbouw, voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid. Wat ik wel denk, als lokaal bestuur, is dat die landbouw eindelijk als beleidsthema gaat worden geagendeerd, ook tijdens de verkiezingen. En vandaag wordt landbouw en natuur altijd maar tegenover elkaar gezet, maar ik denk dat we het geweer soms ook van schouder moeten veranderen. Vandaag worden heel wat landbouwgronden gebruikt voor allerlei doeleinden die niet de landbouw dienen. Maar zowel die meer wordt nu een beetje gezien als de vijand van de landbouw. Hè? Maar dat is helemaal niet zo. Als je vandaag kijkt naar het stikstofakkoord, er wordt 3,65 miljard geïnvesteerd in landbouw. Maar dus is dat toch een goede zaak dat ja, maar gebeurt. Het is wel de communicatie die gevoerd wordt daarvoor en de uitspraken die daarvoor gedaan worden, die wel zorgen dat het debat op de spits gedreven wordt. Ja, maar het debat is op de spits gedreven en dat is door alle partijen zo. Goed. 2024 is nog ver weg, maar tegelijkertijd ook al heel dichtbij. We zullen zien of daar nog fallout zal zijn tegen dan. Dank u wel alvast voor dit gesprek.